Heel goedemorgen en welkom bij deze markets update van BNP Paribas. De Amerikaanse Indies begonnen met plussen van ruim een half procent na positieve opmerkingen vanuit de Federal Reserve Bank. Maar konden die winst niet vasthouden. Alleen de Nasdaq bleef nipt in het groen. S&P 500 en Dow Jones leverden licht in. De sterk oplopende aantallen besmettingen in de VS, ook onder dubbel gevaccineerden, en de oplopende spanningen met China, Iran en Israël deden beleggers winst nemen. Positief was de presentatie van het infrastructuurprogramma. De macrocijfers lieten een gemengd beeld zien, maar later deze week komen er nog meer belangrijke cijfers uit. Square steeg 10% na het overnemen van het Australische Afterpay voor 29 miljard cash. En NXP semiconductors zag na beurs de omzet met 43% boven de verwachting aantrekken. Dit dankzij verbeterde marges werd er netto een winst van bijna 400 miljoen behaald en de outlook was dan ook positief. Het aandeel Tencent ging in Hongkong 10% lager nu China de pijlen richt op de gamingindustrie. De Chinese overheid noemde de online spelletjes elektronische drugs... Ook NetEase en Billy Billy leverden voorzin. En in Japan wilde inflatie maar niet aantrekken en bleef steken op plus 0,1%. Over een breed front sloten de indices in Azië wat lager. En ook de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een iets lagere opening. DSM leverde goed tweede kwartaal af met een omzet van 2,3 miljard euro en een 30% hogere operationele winst van 484 miljoen voor heel 2021 verwacht men daar een stijging van 15%. En ProSys wordt wederom zwaar geraakt met haar grote belang in Tencent en zal vanmorgen lager openen. SBMO sluit wederom een langlopend contract met Petrobras voor de lease van een FPSO, een Floating Production and Storage Offshore Facility. Op de agenda vandaag producentenprijzen vanuit de eurozone en fabrieksorders uit de VS. En verder zien we een hele rits updates op Heineken. Chris Fies zet Heineken hoger naar Koestel 120, 123, sorry, advies blijft kopen. Berenberg zet Heineken hoger naar koersstel 94 met een hold advies. Jeffries zet Heineken hoger naar 125 en het advies blijft kopen. En Deutsche Bank zet Heineken op 96 met een hold advies. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.